Als ik het met mijn leerlingen heb over de Russische burgeroorlog, dan vertel ik hen dat het het meest ingewikkelde, maar ook het meest eenvoudige conflict is om uit te leggen. Het meest ingewikkelde omdat er zoveel verschillende partijen bij betrokken waren. Het meest eenvoudige omdat je het conflict kunt uitleggen als de rode tegen de witte. In deze video ga ik jou vertellen over de Russische burgeroorlog en uitleggen waarom de rode wonnen en de witte verloren. De historicus Robert Gerwardt die onderscheidt drie belangrijke conflicten binnen de Russische burgeroorlog. De rode tegen de witte, de rode tegen de nationalistische groeperingen en de rode tegen de boeren. Wat doorgaans als de Russische burgeroorlog wordt bestempeld was in feite een reeks overlappende en elkaar versterkende conflicten. Een snel escalerende strijd tussen de gewapende troepen van Lenins bolsjewistische regering en hun contra-revolutionaire tegenstanders. De pogingen van diverse regio's langs de westgrens van het voormalige Russische Rijk om zich volkomen los te maken van de overheersing van Petrograd en boerenopstanden veroorzaakt door de gedwongen requisities door de communisten en het schreeuwend gebrek aan voedsel. Nou, in deze video gaan we het dus hebben over de strijd van de rode tegen de witte. Laten we eerst even gaan kijken naar de achtergrond van dit conflict. In 1914 was de Russische tsaar Nicolaas II de baas over Rusland. Dat jaar trok Rusland ten strijde tegen de centrale mogendheden en leed grote verliezen aan het oostfront van de Eerste Wereldoorlog. Door de oorlog waren er voedseltekorten in Rusland. En een broodruil in februari 1917 leidde tot een revolutie. De tsaar trad toen af en een voorlopige regering kwam aan de macht. Deze regering bleef de oorlog tegen Duitsland voortzetten. En in oktober dat jaar grepen de bolsjewieken, geleid door Lenin, de macht. Deze communisten tekenden kort daarna de vrede van Brest-Litovsk met de centrale mogendheden. Ze verloren veel land. En dit toonde aan dat de bolsjewieken pragmatisch waren. Ze waren bereid om land op te geven om zo hun binnenlandse vijanden te verslaan. En hun vijanden waren de witte. Wie waren de witte? Nou, de witte is een verzamelnaam voor de anti-bolsjewistische groeperingen die tegen de bolsjewieken, de rode, vochten. Deze witte waren behoorlijk verspreid, want de rode hadden de macht in Petrograd, het huidige Sint-Petersburg, en Moskou. En het gebied daaromheen, daar probeerden de witte de baas te zijn. En zij probeerden de rode te verslaan. De witte kampten met een aantal grote problemen. En een van die problemen was het feit dat ze enorm verdeeld waren. Er was geen centraal gezag. Het waren diverse legers met hun eigen commandanten die tegen de rode vochten. En vaak niet goed samenwerkten om de rode te verslaan. Bij de witte voegden zich veel officieren uit het voormalige tsaristische leger. Naar schatting hebben zo'n 170.000 Russische officieren aan de zijde van de witte gevochten. De reden waarom veel Russische officieren overliepen naar de kant van de witte was dat in de nasleep van de Oktoberrevolutie boze menigte jacht maakte op voormalige Russische officieren. Het was een kwestie van leven of dood en daarom sloten veel officieren zich aan bij de witte. De leiders van de witte opereerden veelal onafhankelijk van elkaar. Admiraal Alexander Koltsjak in het oosten, generaal Nikolai Judenich en kolonel Pavel Bermont-Avalov in het noordwesten, generaal Anton Denikin in het zuiden, generaal Pyotr Wrangel op de Krim en dan waren er ook nog krijgsheren zoals Grigori Simeonov en Roman von Ungern-Sternberg in Siberië en Zuid-Rusland. De bolsjewiek en rechterhand van Lenin, Leon Trotsky, stond aan de wieg van het Rode Leger. Begin 1918 bleef hij erop hameren dat een leger nodig was om strijd tegen de vijanden te winnen. Enkele officieren waren zelfs bereid om voor de Rode te dienen. En hoe zat het dan met soldaten? Nou, er werd een dienstplicht ingevoerd in de gebieden waar de Rode controle over hadden. Dat wilde zeggen dat mensen in dienst moesten. En dan werden er ook politieke commissarissen aangesteld die de soldaten goed in de gaten moesten houden. En tribunalen die deserteurs moesten straffen. Tijdens de Russische burgeroorlog vonden er veel veldslagen plaats tussen de witte en de rode. Volgens de historicus Orlando Figes waren er drie beslissende veldslagen die de uitkomst van de Russische burgeroorlog hebben bepaald. In de lente van 1919 lanceerde admiraal Alexander Koltsjak een offensief richting het westen. Met zijn witte legers was zijn doel
om zich te verenigen met de andere witte legers. Kolchak was het hoofd van een alternatieve Russische regering in Omsk en wilde de steun van de geallieerden maar wat graag hebben. De geallieerden waren tegen de Bolsjewieken en wat ze ook hoopten was dat ze Rusland weer als bondgenoot konden krijgen, want ze vochten met Rusland tegen de centrale, maar nadat de Bolsjewieken de macht hadden gegrepen tekenden ze een vredesverdrag met Duitsland en zo waren de geallieerden dus een bondgenoot kwijt. Nou, door de witte te steunen hoopten de geallieerden dat ze dus Rusland weer aan hun zijde konden krijgen. Overigens wel een grappig detail is dat de witte leider Kolchak een admiraal was. Dus hij was eigenlijk de baas van de vloot. En hij was aan het hoofd van een regering gesteld in Omsk en bevond zich duizenden kilometers van de dichtstbijzijnde haven. En sommige historici beweren dat Kolchak te vroeg heeft toegeslagen. Maar Kolchak moest wel toeslaan. Want ook al waren zijn troepen niet helemaal voorbereid, hij wilde laten zien dat hij succes kon boeken. En zo zouden geallieerden hem meer steun geven. Het begon best goed. Midden april hadden Kolchaks strijdkrachten al zo'n 300 kilometer aan terrein veroverd en hadden ze gebied in handen dat de grootte had van Groot-Brittannië. Maar eind april lanceerde de Rode, geleid door Mikhail Frunze, een tegenaanval met veel dienstplichtigen onder de wapens. Slaagde Frunze erin de Witte voor zich uit te drijven en de Witte trokken zich helemaal terug naar Irkutsk. Uiteindelijk werd ook Irkutsk ingenomen door de Rode. Kolchak werd gearresteerd en door de Rode ter dood veroordeeld. Laten we dan nu gaan kijken naar het vrijwilligersleger van de witte Russische generaal Anton Denikin. En die bevond zich in het zuiden van Rusland. Denikin lanceerde ook een aanval in de lente van 1919. Zou hij oprukken naar Tsaritsyn en zich aansluiten bij de troepen van Kolchak die vanuit het oosten eraan kwamen gemarcheerd? Of zou hij naar de Donbas trekken? Daar bevonden zich koolmijnen. De Bolsjewieken hadden kool nodig om hun oorlogsindustrie gaande te houden. En hij koos uiteindelijk voor het laatste. En sommige historici zijn van mening dat deze beslissing ertoe heeft geleid dat de Witte de burgeroorlog hebben verloren. Met zijn aanval kon Denikin wel rekenen op de steun van de Kozakken. De Rode hadden veel Kozakken vermoord in de eerste maanden van 1919. Zo'n 12.000. En nu waren duizenden Kozakken bereid om de Witte te steunen. In de zomer van 1919 werd Oekraïne heroverd. En het was toen dat Denikin zijn bevel gaf om op te rukken naar Moskou. Drie grote witte legers rukten op naar de rode hoofdstad. Het was alles of niets. Het begon goed. De troepen van Denikin wisten ook Orel te veroveren. Waren zo'n 400 kilometer verwijderd van Moskou en slechts 150 kilometer verwijderd van Tula. En daar bevonden zich belangrijke wapenarsenalen. Uiteindelijk zijn ze niet verder gekomen. En hoe kwam dat? De aanvoerroutes van Denikins leger waren veel te lang en zij werden geplaagd door andere vijanden. De anarchisten van Nestor Makhno, Oekraïense nationalisten en zelfs Tsjetsjenen in het zuiden. De steun van de Kozakken nam af. Ze waren niet bereid om hun thuisland te verlaten. Ze hoopten dat Denikin hen meer autonomie zou beloven nadat de Witte een overwinning zouden hebben behaald. Maar de Witte weigerden hen dat te beloven. En de Witte hadden ook niet voldoende manschappen en ook geen geoliede propagandamachine, anders dan de Bolsjewieken, om de bevolking in de veroverde gebieden voor zich te winnen. De Witte pleegde terreur en zoals Wrangel later aangaf, ze hebben ons leren haten. Hoewel er vele deserteurs waren die het Rode Leger zomaar hadden verlaten, werd beloofd dat zij terug in dienst konden treden zonder gestraft te worden. En zo groeide het Rode Leger uit tot 200.000 manschappen. De Witte werden teruggedreven. Overblijfselen van het Russische vrijwilligersleger hielden zich op de Krim en werden nu geleid door Wrangel. Uiteindelijk veroverde eind 1921 de Rode ook de Krim. Dan was er ook nog het Noordwesterse leger van generaal Judenich. En die bevond zich helemaal in het noordwesten van Rusland, vlakbij Estland. Judenich's leger was opgebouwd in Estland en toen hij dacht dat de tijd rijp was, trok hij Rusland in en rukte op naar Petrograd. Hij had zo'n 16.000 man tot zijn beschikking. Toen hij Petrograd naderde, merkte Judenich dat de plaatselijke bevolking hem vijandig gezind was en vele van zijn soldaten deserteerden. Hij vroeg de geallieerden om hulp, kreeg slechts enkele voorraden. De Britten hebben nog wel even kort Petrograd geblokkeerd met hun schepen, maar zijn niet aan wal gegaan.
Uiteindelijk vroeg Judenich zelfs ook de steun van Estland. Maar ja, dit was een heel klein land dat niet bereid was om Judenich te steunen. En al helemaal niet omdat ze vroegen om onafhankelijkheid van Rusland. En Judenich weigerde hen dat te beloven. De Rode daarentegen, pragmatisch als dat ze waren, beloofde Estland wel onafhankelijkheid. Niettemin, op 10 oktober viel Judenich met zijn soldaten Petrograd aan. Hij naderde de Pulkovo-hoogte. En even leek het alsof de Witte Petrograd konden innemen. Lenin wilde Petrograd verlaten. Maar Trotsky was het hier niet mee eens. Want de stad waar de revolutie was geboren, moest koste wat kost verdedigd worden. Trotsky was in staat om het moreel van de verdedigers op te krikken. Een avondklok werd afgekondigd en barricades werden opgeworpen op straten en pleinen van de stad. Tot een groot gevecht in de straten van Petrograd is het niet gekomen. Maar wel om een gevecht bij de Pulkovo-hoogte. Want de Witte hadden één grote vergissing gemaakt. Ze hadden namelijk niet de spoorlijn tussen Petrograd en Moskou afgesneden. Als gevolg hiervan konden de Rode versterkingen aanvoeren en vochten uiteindelijk met zo'n 100.000 soldaten tegen de in de minderheid zijnde Witte. De overblijfselen van het leger van Judenich trok zich terug in Estland en daar werd het leger ontbonden. Er was ook nog het West-Russische vrijwilligersleger, maar dat was veelal betrokken in de Baltische Staten en heeft daar gevochten en niet zozeer tegen de Witte in Rusland. Ondanks de vele deserties in het begin bij het Rode Leger waren de Roden meer gedisciplineerd. En dat kwam ook door de dienstplicht die ze hadden ingevoerd in de gebieden waar de Bolsjewieken de baas over waren. Verder gingen er enkele ervaren ex-tsaristische officieren, waaronder Brusilov, naar de kant van de Roden. Trotsky's effectieve leiderschap droeg ook bij aan de overwinning van de Roden. Hij reisde naar de frontlinies en dwong discipline af, maar moedigde ook de troepen aan. Hij presenteerde de oorlog als een ideologische oorlog en deze oorlog werd afgedwongen door politieke commissarissen die de soldaten nauw in de gaten moesten houden. Geografisch gezien waren de Roden veel beter af. Met Petrograd en Moskou in handen hadden ze meer controle over de spoorwegen en de industrie, evenals de meerderheid van de bevolking die zich achter de bolsjewistische zaak kon scharen. De Witte hadden een aantal grote zwakheden. Allereerst hun locatie. Ze bevonden zich op verschillende plekken en konden moeilijk met elkaar communiceren om zo een gecoördineerde aanval op de Rode uit te voeren. Er was geen centrale leiding, het moreel was slecht, de Witte leidden nog meer dan de Rode onder massale desertie. Waar stonden de Witte voor? Een terugkeer naar het tsaristisch Rusland? De meeste mensen hadden dat wel gehad. Daardoor nam het lokale draagvlak af. Ze pleegden terreur, maar dit verhoogde alleen maar de weerstand van de plaatselijke bevolking. De Rode paste ook terreur toe, maar dit was veel gecoördineerder. Het werd uitgevoerd door de Tsjeka, de geheime politie van Lenin. En zodra de Rode een gebied in handen hadden, ging de Tsjeka te werk om zo snel mogelijk politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Lenin slaagde erin de macht te centraliseren en daarmee oppositie neer te slaan. Als jij meer wilt weten over de Rode Terreur, klik dan hier. En wist jij dat vele ex-witten in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van Nazi-Duitsland vochten? Hoe dat allemaal ging, dat leer je hier. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.